Juf Joliek en ik zitten stiekem in het lokaal van juffrouw Linda. Lief klappen, hè? En daar vonden we wat. We vonden een heel boekje met allemaal spelletjes die je kan doen met rietjes. Zullen we er eentje proberen? Ja, leuk! Kijk, deze vond ik. Deze lijkt me wel heel erg leuk om te maken. Maar dan hebben we wel wat nodig. We hebben namelijk bekers nodig. Oh, die heb ik hier. En we hebben rietjes nodig. Kijk. Ja. En dan kunnen we beginnen. Oké, vriendjes van 10. Hoeveel bekers missen nog een rietje? Dan moet ik dus 10 bekers neerzetten. Tel je mee, juf? Ja, doe ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zo. Oké, 10. Hoeveel bekers missen nog een rietje? In hoeveel zit er al een rietje? Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5. In 5 bekers zit al een rietje. 1, 2, 3, 4, 5 hebben al een rietje. En nou moeten we tellen hoeveel bekers er nou nog geen rietje hebben. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bekers hebben nog geen rietje. 5 missen er nog één. Hé, 5 met beker, met rietje. En 5 zonder rietje. 5 er bij 5 is dus... Samen 10. Ja. Ja. Oké, leuk hoor. Leuk spel. Zeker. Zullen we de volgende ook nog even doen? Ja, kunnen we doen. Daar staat hoeveel bekers missen nog een rietje. En dan zien we hier... 1, 2 bekers. Dus we moeten in 2 bekers moeten we een rietje zetten. Dan pak ik 2 rietjes. Gezellig. En nu moeten we tellen hoeveel bekers er nog geen rietje hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bekers hebben nog geen rietje. Nou, dat is een mooie som. Dus 2 met... Ja. En 8 zonder is samen 10. Dat is een leuke som. Leuk hoor. Goed spel. Liggen er nog meer spelletjes? Ik ga even kijken. Oké. Haal ik de bekerspelletjes op. Oh kijk, deze is ook leuk. Hier moeten we spiegelen. Oh. Dus we moeten een lijntje trekken. Heb je daar misschien iets voor? Ik heb wel een... draadje liggen. Oh, kijk. Als we één dan in het midden leggen. Twee. Ja. We hebben er maar 1 nodig. En dan moeten we een figuur bedenken. En die leggen we dan aan de ene kant. En dan moeten we aan de andere kant hetzelfde namaken. Dus alsof die gespiegeld wordt. Even kijken. Zullen we het eens proberen? Laten we het proberen. Dus als ik hier een rietje leg. Waar moet jij dan een rietje leggen? Moet ik... hier een rietje leggen. Oké. En dan leg ik nu hier een rietje. Doe maar rond weg. Dan moet ik hier een rietje leggen. Oké. En dan het derde rietje. Dat is het laatste rietje van mijn bouwwerk. Dan leg ik de derde. Zo. Zo, hebben wij gespiegeld. Zeker. Precies hetzelfde. Wij hebben allebei een driehoek gemaakt. Mooi hoor. Echt mooi geworden. Zullen we er nog één doen? Ja, nu mag ik. Nou, vooruit dan maar, jullie. Ik leg er hier één. Dan moet ik er ook hier één. En ik leg er hier één. En hier. En hier één. En dan als laatste leg ik er nog hier één. Oké. Even kijken hoor. Oh, die ligt dicht bij het draadje. Oké. Zo? Goed, Amy. Ja. Yes. Helemaal hetzelfde. Dat hebben we goed gedaan. Leuk spel. Dan ruimen we de rietjes er even op. Ja, in de beker. En het draadje ook. Dan kijk ik even of juffrouw Linda nog meer spelletjes had. Ja, hoor. Laten we dat eens even doen. Hier hebben we nog een opdracht van juffrouw Linda. Daar staat rietjes rijgen. Maak de ketting af met lange en korte rietjes. Dus we moeten even, denk ik, rietjes hebben. Rietjes hebben we hier nog staan.
En een schaar. Een schaar. En dan moeten we even lange en korte stukjes daarvan hebben. Oké, pakken we twee rietjes. Eerst een lang stukje doen, jullie. Ja, dat is goed. Een lang stukje. Zo, nog een lang stukje. Nog een lang stukje. Hier van korte stukjes. Twee korte. Deze ook. Een lange weer doen. Ja. Pas op voor je vingers hoor, juf. Ja, dat is één. Nog een lange. Twee. En dan hier twee. Korte. Twee korte stukjes. Dus we hebben vier korte en vier lange. En dan moeten we een touw hebben om aan te rijgen. Heb je dat ook? Touw. Dan pakken we dat bruine touw. Oh ja. Die gaat makkelijker om te rijgen. Ja. En dan beginnen we met een lang rietje staat hier. Oké. Oh, welke was ook alweer het lange rietje, juf? Deze hier van ja. Die lijkt groter, maar dat noemen we dan lang. Gaat goed. Ja. En na een lange komt een korte. Dat is dan deze. Dan komt weer een lange. En nu moeten wij zelf nadenken, wat moet er nou nu komen? We hadden lang, toen hadden we kort, toen hadden we weer lang. Wat moet er dan nu? Ik denk weer een korte. Ik denk het ook. En dan na die korte zal wel weer een lange. Een lange moeten. Het lijkt wel een ketting die wij maken. Ja. Kijk. Na die lange komt dan weer een korte. Dan weer een lange. En dan weer een, korte. Nou, het is echt een ketting. Touwtje is bijna vol. Nou, kunnen we er een knoopje in maken? Dat kan doen. Maar, dat gaan we natuurlijk nu nog niet doen. Nee, want eerst kunnen we nog andere opdrachtjes doen. Oké, goed om te weten. Deze is bijvoorbeeld met kleurtjes. Drie verschillende kleuren heb je dan nodig. Hier moet je twee kleurtjes kiezen. En hier moet je van kort naar lang of van lang naar kort. Dus zo kan je een paar opdrachtjes kiezen. Leuk hoor. Leuk van juffrouw Linda dit. Zijn we dus lekker mee bezig. Hé, dat zijn leuke opdrachten. Zeker. Juf, ja. Wat denk jij hè? Ja. Zullen we dit dadelijk gewoon stiekem kopiëren? En dan geven we aan alle kinderen ook die opdrachten. Dat is een goed idee. Dan kunnen de kinderen thuis ook doen dit. Superleuk. Vinden jullie ook leuk? Gaan we doen hoor jongens. Ook eraan. Top. Nou zag ik nog eentje die ik ook wel heel erg leuk vond. Namelijk bellen blazen met rietjes. En ik denk dat de kinderen dat echt super leuk gaan vinden. Dus misschien, juffrouw Amy, wil jij even laten zien hoe ze dit dan moeten doen? Ja, wat heb ik nodig? Afwasmiddel? Afwasmiddel. Nou, heb ik hier alleen een hele grote fles. Maar ik heb het niet allemaal nodig. Wat heb ik nog meer nodig? Een bakje met water. Alles. En wat nog meer, juf? Een rietje. Oh, nou. Die heb ik ook. Helemaal goed. Oké. Er zit water in. Ik weet niet of je het kan zien. Dan moet er vast een beetje afwasmiddel bij. Niet te veel. Zoiets? Ja, gewoon een beetje. Kunnen jullie het zien? Dan moet je een beetje roeren met het rietje. Even rondjes in het water. Lekker roeren. Oké, ik ga blazen. Oeh, spannend. Hé, er komen allemaal bellen in het bakje. Wow. Kijk als ik doorblaas. Oh nee! Wauw. Kan je nog hoger? Nog hoger? Ja, nog hoger. Wauw. Ik weet niet of die nog hoger kan hoor. Even kijken wat er gebeurt als ik er... Je kan er gewoon doorheen. Dat is leuk. Hij wordt wel kleiner, zie je dat? Ja, en je wordt niet eens heel nat. Nee. Kijk, dat en dan schattig. Ga je opnieuw weer omhoog. Oh, de was op aan mijn vinger. Dan doet hij het nog steeds. Ja, dit is leuk. Superleuk. Echt heel leuk. Nou, doen we die er ook bij. Ja. Dus lieve kinderen, jullie krijgen allemaal een boekje van ons. Met al deze onwijs leuke opdrachten met rietjes. En natuurlijk wat rietjes en touw. Zodat jullie deze opdrachten ook kunnen uitvoeren thuis. Veel plezier. Doeg.
pu bellen blazen. Bellen blazen. Bellen blazen. Bellen blazen. Bellen zweven door de lucht. Blaas maar, kleuren dansen door de lucht. Blaas maar, ze zweven naar beneden.